Hoi graad 8, het is lekker vrijdag vandaag, so om te zien bij vrijdagse klasse. Ons gaan vandaag aangaan met oefening 21.1 wat ons gister gedoen het en dan oefening 21.2 wat ons gaan maak. Oké, so ek is bij oefening 21.1. Hulle sê vir my by nummer 1, begin bij 1, tel 3 bij die vorige term. Dan jou volgende 3 patrone 13, 16 en 19. Dan nummer 2 is dat jy begin by 5, verdubbel die vorige term. So dit is dan een maal met 2, of jy kan sê verdubbel die vorige term. En dit is dan 80, 160 en 320 is jy volgende 3. Nummer 3, begin jy by 12, tel 7 by die vorige term. En jou volgende 3 patrone sal wees 40, 47 en 54. Nummer 4, begin by 4, vermenigvuldig die vorige term met 3. So jy het gemaal met 3. En jou volgende 3 patrone sal wees 324, 972 en 2916. Dan by nummer 5, dalende derde magte wat begin by 512, 81, 27 en 8. So hy begin by 512 en jou volgende 3 patrone sal wees 81, 27 en 8. Dan gaan ons na nummer 6 toe. Begin by minus 16, trek 3 af van die vorige termen. So jou volgende 3 patrone gaan daar wees minus 28, minus 31 en dan minus 34. Nummer 7, begin ons by 10, trek 2,4 af van die vorige term en dit staan op 0,7, minus 1,7 en minus 4,1 gaan dan jou volgende term wees. Dan gaan ons aan met nummer 8, kwadrate wat begin by 9, en aan jou volgende kwadrate is, moest dan maar die vierkant achter die tweede mag, en dit sal dan jou volgende 3 gaan wees 49, 64 en 81. Dan kom ons dan by nummer 9, begin by 7 en trek 9 af van die vorige term, so jou drie volgende 3 patrone is 9, minus 29, minus 38 en minus 47. Dan kom ons by nummer 10. Nou by nummer 10 sê dit vir jou, ons begin by 10, deel die vorige term deur minus 10, so dit gaan dan wees 1 op 1000 en dan 1 op 10.000 en dan 1 op 100.000. Dan kom ons by 11, kwadrate wat by 1 begin, so dan is het 25, 36 en 49 wat jou volgende 3 patrone sal wees. En dan by nummer 12, voeg 2 by die noemer en die teller van die vorige term. So jou volgende 3 patrone sal wees 9 op 10, 11 op 12 en 13 op 14. Goed, dan gaan ons aan met oefening 21.2, wat ons dan ook moes net vir huiswerk. Daar moes jy die blokkies ingevul het, nou ek het dit in rooi ingevul. So my eerste antwoord is 386, my tweede antwoord is 34, my derde antwoord is 126, nummer 4 is 123, nummer 5 is minus 4855, nummer 6 is minus 94, nummer 7 is minus 189, nummer 8 is 4 en dan nummer 9 is 40. Goed. Dan begin ons dan met vandaagse werk. Nou asseblief onthou om een lijn te trek en dan vandaagse datum te skryf, dit is die 15e en dan is jou opskrif gebruik formules. Nou wat hulle daarmee byvoorbeeld bedoel is, hulle gee vir jou een formule. So hulle gaan vir jou gee, hulle sê vir jou i is gelijk aan minus 2x plus 22. Dan gee hulle ook vir jou en hulle sê vir jou, vervang nou x met 52. So in x'e plekkie moet jy 52 gaan sit. So hulle geef jou die formule en hulle geef jou waarmee jy moet om te gaan vervang. En onthou, as ons vervang, vervang ons het altyd in hakkies. So dan is die my volgende stapie, i is gelijk aan minus 2 hakkie 52 hakkie 2 plus 22. So waar die 2 wat direct langs 52 is, beteken is ons maal hulle 2 met mekaar. So dan is my antwoord, i is gelijk aan minus 104 plus 22. En dan minus 104 plus 22 is dan minus 82. So I se antwoord is minus 82.
Dan gaan ons nou aan met vandaagse huiswerk. Nou, jy gaan oefening 21.3 op bladsy 238 voltooi en oefening 21.4 op bladsy 238. Nou, bladsy 238 is woordsomme. Dit is dieselfde konsep as wat ons daar gedoen het, vervanging. Dit is nou net in woordsomme. So, graad 8, geniet die naweek. Maak gauw oefening 21.3 en oefening 21.4 klaar en geniet jou naweek en dan sien ek jou maandag weer.